Hallo, wat een fantastische plek is dit, hè? Heerlijk aan de zee. Maar ik ben hier niet voor een lekkere wandeling of een frisse duik. We zijn op pad om Caesarea te verkennen. Een prachtige oude havenstad aan de Middellandse Zee. Hier achter me zie je een schitterend aquaduct. En een aquaduct is gewoon een waterleiding van vroeger. En dit aquaduct bracht water naar Caesarea. En in het Nieuwe Testament lezen we over Cornelius. En misschien heeft hij wel water gedronken dat door dit aquaduct naar Caesarea werd gebracht. Kom mee, op pad! Caesarea is een populaire plaats om te wonen en dat was in de eerste eeuw niet heel veel anders. Koning Herodes de Grote, we kennen hem van de kindermoord, die vreselijke moord in Bethlehem, heeft Caesarea aangelegd. En hij heeft in Caesarea een haven aangelegd, een renbaan gebouwd en een prachtig theater. En dat heeft hij gedaan in 12 jaar. Wauw! Koning Herodes de Grote heeft Caesarea genoemd naar zijn baas, de Romeinse keizer, Octavianus Augustus Caesar. In de tijd van de Heer Jezus bevond zich hier in Caesarea het hoofdkwartier van de Romeinen, die op dat moment de baas waren in Israël. En op deze plaats was het paleis gebouwd, prachtig gelegen aan de zee. Het zou goed kunnen dat hier Felix, de Romeinse stadhouder, en later ook Festus hebben gewoond. We lezen over hen in de Bijbel. En op een keer houdt Paulus een hele belangrijke toespraak voor koning Agrippa, Bernice en Festus. En het zou zomaar kunnen dat dat hier is gebeurd. Je hebt hier de prachtige restanten van het theater gezien. En achter het theater stond vroeger waarschijnlijk de tempel. En daar is iets heel erg moois gevonden. Voor een lange tijd waren er sommige geleerden die niet geloofden dat Pontius Pilatus echt bestaan heeft. Want ze hebben nooit iets tastbaars van hem gevonden. Totdat archeologen in 1961 op deze hele bijzondere steen stuiten. Want op die steen staat geschreven dat Pontius Pilatus iets wijdt aan de Romeinse keizer. Waarschijnlijk de tempel die hier gebouwd was. Trouwens, een paar jaar later, in 1969, wordt er nog een bijzondere vondst gedaan. In het Fort Herodion wordt een ring gevonden met daarin de naam gegraveerd van Pontius Pilatus. Bijzonder, hè, om hier in Caesarea en ook in Herodion iets terug te vinden over een man van wie we ook lezen in de Bijbel. Een extra bewijs dat de Bijbel echt waar is. De haven van Caesarea maakte deze plaats een van de belangrijkste handelsknooppunten van het Romeinse Rijk. En het bouwen van die haven was een prestatie van formaat. Moet je voorstellen, zonder moderne bouwkranen en machines werd hier een kunstmatige haven aangelegd voor de kust in de zee. En zelfs na 2000 jaar zien we hier nog in het water de restanten van die haven liggen. De zee hier voor de kust van Caesarea is een populair gebied voor duikers. Want het kon hier best wel eens flink stormen en dan verging er wel eens een schip dat lag te wachten voor de haven. Of tijdens het laden en lossen viel er wel eens wat van de lading in het water. En zo valt er wel eens wat te vinden hier in de zee. In 2015 hebben duikers hier echt iets heel bijzonders gevonden. Ze vonden een schat van gouden munten. En weet je hoeveel munten ze vonden? 2580 munten. Zoveel waard als 100 jaar salarissen. Je zou het maar vinden.
Weet je wat dit is? Dit is het amfitheater van Caesarea. En het is gebouwd door koning Herodes. Het amfitheater werd bijvoorbeeld gebruikt voor paardenwedstrijden en atletiekwedstrijden. En weet je wat zo mooi is? Paulus vergelijkt het leven van een christen in het Nieuwe Testament ook wel met het leven van een atleet. En zoals een atleet alles op alles moest zetten om de wedstrijd te winnen, moet ook een christen alles op alles zetten om het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft. Atleten werden vroeger wel eens afgeleid tijdens de wedstrijd. Dan waren ze aan het rennen en dan gooiden mensen uit het publiek gouden munten of geld voor ze. En als de atleet dan bukte om het op te rapen, dan was hij zijn vaart kwijt. En dan verloor hij de wedstrijd, al had hij wel wat gouden munten. Zo is het ook met het leven van een christen. Je kunt je druk maken om van alles en nog wat. Maar als je daardoor vergeet waar het leven voor bedoeld is, verlies je de wedstrijd. Hoe win je nu de wedstrijd? Paulus schrijft daarover. Houd heel de wedstrijd, je leven lang, je ogen gericht op de Heer Jezus Christus. Dat alleen geeft de overwinning. Leuk dat je keek naar deze aflevering. Wil je meer weten over Israël? Bekijk dan onze andere video's. En abonneer je eventjes op het YouTube-kanaal. Heb je genoten van de video's? Overweeg dan eens om een donatie te doen via onze website www.deverkenners.info. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten.